Christus, die verrezen is, doet ons samenkomen. 'Tmaal van zijn gedachten is, wordt hier blij hernomen. Broeders vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen. Halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen. Reizend uit zijn graf heeft hij Adams dood verslagen. Broeders vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen. Halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. Christus, die verrezen is, straalt van eeuwig leven. 'Tmaal van zijn gedachten is, zal dat ons ook geven. Broeders vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen. Halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Een week geleden vieren we het grote feest van Pasen. Christus is verrezen en hij is waarlijk opgestaan. Vandaag zijn we opnieuw samen in een nieuwe week, gevuld met mooie en verdrietige momenten. Mooi, omdat alle maatregelen vanwege het coronavirus over het algemeen lijken te werken, maar alleen als wij ons aan de geldende regels houden. En verdrietig, omdat nog steeds mensen ziek worden en een lang ziekbed hebben of zelfs overlijden. Ook verdrietig omdat we deze week afscheid hebben genomen van onze collega Hein Paulussen. Afgelopen woensdag was een uitvaartdienst hier in deze kerk en daarna in het crematorium. Hier waren we bijeen in een kleine kring. En daarbuiten hebben veel mensen de afscheidsviering kunnen volgen via de livestream. In het huis van mijn vader zijn vele kamers, klonken tijdens de afscheidsdienst van Hein. En ook de liefdevolle uitroep van Maria klonk toen zij haar Heer herkende aan het graf. Troostende woorden die met Pasen klinken. Maar hoe houden we die troost vast in tijden waarin ons leven bepaald lijkt te worden door dingen die ongrijpbaar zijn? Ziekte, dood en lijden en de wijze waarop we met z'n allen proberen om ons aan de 1,5 meter maatregel te houden en oplossingen te vinden voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd. Het evangelie van vandaag sluit goed aan bij het verdriet en de vragen die er nu leven. Een week na Pasen brengt de tekst ons midden in de kring van de leerlingen en worden we deelgenoot van de variëteit aan stemmingen en gevoelens die er onder hen leeft. Hier, aan het begin van deze viering,
willen we ook de gedachteniskaars aansteken. En denken wij aan Hein en aan de vele mensen die ziek zijn en te lijden hebben. Dit weekend vieren wij ook het zondag van de barmhartigheid. Laten wij Gods barmhartigheid over ons vragen. En open onze hart voor zijn ontferming. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden, gedachten, in doen en laten door mijn schuld. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, en u, mijn broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze tekorten vergeven en onze geleiden naar het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader, Heer enige geboren Zoon, Jezus Christus, de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons, want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Goede God,
Gij hebt uw Zoon verheerlijkt. In hem zijn we geboren. En zijn vrede wenst Gij ons toe. Vervul ons van geloof in zijn aanwezigheid. Maak ons één van hart en laat ons wonen in zijn vrede. Dit vragen wij u in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving in ieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen die gered zouden worden. Woord van de Heer. Wij danken God. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël, eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron, eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer, eindeloos is zijn erbarmen. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer. Hij is het die mij verlost. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan.
een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop, door opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht, geborgen door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt ge nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden, onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen. Uw geloof dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt ge lief, zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon zij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt. Woord van de Heer. Wij danken God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, gelooft gij. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit de vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. Ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hem: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei:
ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij zij niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen. En nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas: kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw handen uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Thomas riep uit: mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: omdat gij mij gezien hebt, gelooft gij. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog veel andere tekenen gedaan, die niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij mocht geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven mocht in zijn naam. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Als er één persoon is die waarschijnlijk naadloos aansluit bij de geloofsbeleving van vele mensen in onze tijd, is het wel de apostel Thomas. Hij wil zijn geloof niet beleven als iets wat ver boven of buiten de werkelijkheid staat, maar als iets wat ingebed is in het alledaagse leven. Iets wat je kunt zien, iets wat je kunt beleven. Voor hem is geloven onlosmakelijk verbonden met de realiteit van het bestaan. Toch werd Thomas door de eeuwen heen met een bepaalde laatdunkendheid bekeken. We kennen allemaal de uitdrukking ongelovige Thomas. Te pas en te onpas werd en wordt ook in onze tijd deze uitdrukking gebruikt om mensen en bepaalde zaken in een dubieus daglicht te plaatsen. Niet alleen wat het geloof betreft, maar ook als het gaat om hele andere zaken. De vraag is of twijfel een verrijking van je geloof betekent als je kritisch en zelfbewust mee om weet te gaan in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar woorden van troost en nabijheid en naar rituelen om verdriet een plaats te geven en afstanden te overbruggen. En zo begint het evangelieverhaal, op de avond na de eerste paasmorgen. De leerlingen zijn samen in de bovenzaal, op één na, en dat is Thomas. Geheel onverwacht verschijnt Jezus in hun midden. En de eerste woorden die klinken zijn: vrede zij u. Vervolgens toont Jezus zijn handen en zijn zijde. En nogmaals klinkt het: vrede zij u. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik u. Daarna schijnt hij hun de Heilige Geest. De leerlingen zijn vol van het gebeuren en vertellen het hele verhaal tegen Thomas,
wanneer deze zich weer bij hem voegt. En Thomas? Thomas is sceptisch. Eerst zien en dan geloven. Want feiten zijn feiten, volgens Thomas. Met Goede Vrijdag hebben ze de Heer dood van het kruis gehaald en begraven. En het past niet om daar een loopje mee te nemen. Hij wil het eerst met zijn eigen ogen zien. Het lijkt erop alsof hij op zijn wenken wordt bediend. Want 8 dagen later zijn de leerlingen weer bij elkaar. En nu is Thomas er wel bij. En opnieuw verschijnt de Heer in hun midden en richt zich na de vredesgroet als eerste Thomas en zegt: kijk en voel. Kom hier met uw vinger en kijk naar mijn handen. Kijk daarna naar mijn zijde en leg uw hand in mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Dan dringt de werkelijkheid zich onontkombaar aan Thomas op. Er is geen twijfel mogelijk. Dit is de Heer. Hem zien is genoeg voor Thomas. En dan spreekt hij die veelzeggende woorden: mijn Heer en mijn God. Het is een belijdenis recht uit het hart. Het leidt voor hem geen twijfel. De Heer van Paas is dezelfde als de Christus van Goede Vrijdag. Het is Jezus, zijn Heer. En de sporen van zijn lijden zijn door zijn verheerlijking niet uitgewist, maar zichtbaar aanwezig. Wat het evangelie ons met Thomas duidelijk maakt, is dat ook in ons leven de sporen van het lijden, van alles wat ons tegenzit en ons moeite en zorgen kost, niet weggewist worden, maar met ons meegaan. Ze blijven deel van ons bestaan en geven tegelijkertijd ons leven een kracht en een uitstraling waar je zelf versteld van kunt staan. We leven nu in een tijd dat 1 virus ongelooflijke sporen achterlaat. Een virus dat ons leven lam legt. Ervoor zorgt dat kinderen op dit moment niet naar school kunnen en ouderen niet bezocht kunnen worden. Een virus dat ervoor zorgt dat onze economie het moeilijk heeft. We moeten door deze periode heen. We hebben geen andere keuze. Tenzij we kwetsbare anderen bloot willen stellen aan een ziekte die wereldwijd slachtoffers maakt. We moeten doorheen, net zoals Thomas, die pas ten volle kan geloven als hij Jezus aan kan raken. En dat laatste moeten wij nu met onze ogen doen en met ons hart. Want een troostende hand op de schouder, een warme knuffel, is nu niet mogelijk. Gelukkig hebben we andere mogelijkheden, zoals ons geloof, een troostend woord, oude en nieuwe rituelen, elkaar digitaal zien en horen. Voor de eerste leerlingen van Jezus betekent Pasen dat het verdriet en al wat gebeurd is op Goede Vrijdag niet vergeten wordt. Het verdriet en de uitzichtloosheid van Jezus lijden werkt als een kracht bij hen, die mensen doet opstaan en ramen en deuren wijd opengooit. De leerlingen gaan naar Pasen vol vuur door de geest van Jezus. De kracht van Jezus, de ontelbare keren dat hij liet zien wat ware liefde is, helpt hen daarbij. En dag aan dag sluiten meer mensen zich aan. En een krachtdadig geloof ontplooit zich hier. Het spreekt mensen aan en het wekt vertrouwen in goede en in slechte tijden. Ligt hier niet de sleutel tot wat geloven in wezen behoort te zijn? Geloven hoort bij wat leven heet. Hele bestaan met zijn zekerheden en twijfels, met zijn vreugde en verdriet, zijn verbondenheid en isolement, zijn opgang en neergang maakt er deel van uit. Zo moet geloof ook herkenbaar zijn, ook in ons dagelijks leven. En was dat nu misschien nu juist de zere plek waarop Thomas zijn vinger legde? Steek je hand uit, zei Jezus tegen Thomas, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Want alleen in de samenhang van alles, van geluk, verwardheid, verdriet, ziekte, dood en lijden,
komt geloof en vertrouwen tot zijn volle recht. En dat wij het ook zo mogen beleven in warme verbondenheid met elkaar. Amen. Laten wij samen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Maken wij het stil. In ons hart en om ons heen. En keren we ons tot God en leggen wij Hem onze gebeden voor. Voor de leiders in de kerken. Dat zij met een ontvankelijk hart en bezield door Gods woord en Gods geest de toekomst in durven gaan. Laat ons bidden. Woord van liefde, ontferm u over ons. Ontferm u, ontferm u over ons. Voor de wereld waarin wij leven, dat wij over onze grenzen stappen en elkaar helpen om het coronavirus te bestrijden. Dat we bereid zijn om onze welvaart te delen met wie tekort komt. Laat ons bidden. God van liefde, ontferm u over ons, ontferm u, ontferm. Voor wie slechts leegte ervaren en geen enkel antwoord vinden op al hun vragen en twijfels. Voor wie verloren lopen en geen enkel houvast meer hebben. Dat de Heer hen tegemoet komt en hen tot steun en kracht is. Laat ons bidden. En voor onze eigen geloofsgemeenschap, voor wie ziek zijn, Rien Hommel, Adrie Hommel en alle coronapatiënten. En bidden wij voor een speciale, bijzondere intentie. En bidden we voor wie gestorven zijn, Tini van der Heijden, Mary van Oorschot, Aarden, overleden familie van Kaam de Waal, Nelly Schijven van Osta, namens de bewoners van Tillenborg, Joke Zeebrechts Huygens, Jan Bolders, echtgenoot van Maria Jacoba Nijssen, Lies Rijmakers Potters, Mary van Oorschot Aarden, weduwe van Jan van Oorschot, Toos Man, Antonius Goosen en de onlangs overleden Afra van Wezel het Jong, Dina Rozenboom Suikerbuik, Ria Nuiten Demmers,
Jaantje de Boy, Marie Buys, mevrouw Van Wezel. En bidden we voor pastor Hein Paulussen, van wie we afgelopen woensdag afscheid hebben genomen in onze kerk. Dat zij allen mogen rusten in vrede. En bidden we voor onszelf wat leeft in ons eigen hart. Dat wij gesterkt worden in geloof. Laat ons bidden. God van liefde, ontferm u over ons. Ontferm u, ontferm u over ons. Goede God, gij zijt een God van mensen en met ons begaan. Sta ons bij als we uw weg kiezen, om ons geloof in de opstanding van Jezus handen en voeten te geven in onze wereld. Door Christus, onze Heer. Amen. Amen. Verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft. Dit is de weg die Hij heeft gewezen. Dit is de waarheid die Hij geeft. Dit is het leven voor alle eeuwen. Alleluia, Christus leeft. Zing nu een lied van vreugde en vrede. Zing nu een lied van barmhartigheid. Alle verdriet en pijn zijn geleden. Al wie verdrukt is, wordt bevrijd. Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. Alleluia, Christus leeft. Leef in uw hart met volle vertrouwen. Hoop op een toekomst voor iedereen. Steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen. Vriendschap en goedheid om u heen. Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. Alleluia, Christus leeft. Bid, broeders en zusters, dat ons offer aan Vader mag worden door God onze Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit u gaan aannemen tot de lof van uw prijzende naam. Tot welzijn van ons heel zijn heilige kerk. Heilige Vader, met deze gave van brood en wijn leggen wij onze leven in uw hand. Maak ons nieuw en vermeerder onze geloof. In uw verrezene Zoon, Jezus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid.
En om hele genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paslam, Christus, is voor ons geslacht. Aan hem dankt de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan hem dankt Gods uitverkorene hun toegang tot het Rijk der Hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om het pasfeest vervul ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervul de engel in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood en sprak de dankzegging uit, brak het, gaf zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want het is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hij allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altedurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van onze geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat hij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienstwerk te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Franciscus onze paus, Johannes onze bisschop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Gedenk gij in Paulussen die hij uit deze wereld tot u geroepen hebt. Laat hem die in de doop met Christus gestorven en geboren is, nu ook verrijzen tot een nieuw leven met uw Zoon. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hem aan en laat hem verschijnen in het licht van uw gelaat.
Bijzonder denken wij alle namen die wij genoemd in de intenties van deze viering. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de machtige Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan de schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons het kwaad. Verlos ons geef van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, opdat wij gestoond door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde. En bewaar ons tegen alle onrust, angst en onnodige zorg, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mij vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, hij die leeft in eeuwigheid. Amen. Vrede des Heren zij altijd met u. Laten we met elkaar vrede van Christus wensen. Wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Ooit iemand vertelt mij die op haar sterfbed lag, dat zij zondags kon niet naar de kerk vanwege haar ziekte. En zij keek altijd het mis op de televisie. En tijdens de communie, zij zei, ik heb zo een verlangen naar de communie. Ik pak een koekje van mijn trommeltje en at ter communie. Voor mij, vandaag, meeste van jullie niet communie kunnen ontvangen. En dan zeggen wij, het is dat verlangen is wat allerbelangrijk is. En dat wensen wij iedereen, dat wij met verlangen naar Jezus in dit sacrament in ons hart ontvangen. Zalig wij de genodigd zijn de maaltijd des Heren. Zie Lam Gods dat wegneemt de zonde de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons het eeuwige leven. Amen.
zijn verheerlijking. Terwijl wij om hem treuren, toont hij ons hand en voet. Hij komt door dichte deuren, hij spreekt zijn vrede groot. Terwijl wij van hem spreken, is hij in onze kring. Om ons het brood te breken van zijn verkondiging. Opdat wij zouden weten wat ons te hopen staat, vraagt hij aan ons om eten, een vis, een honingraad. Hij is de Heer en Koning die eeuwig bij ons is. Zijn woorden zijn als honing, zijn naam is als een vis. Laat ons bidden. Goede God, gij zijt midden onder ons gekomen, in Jezus, uw verrezene Zoon. In het breken van het brood hebben wij hem gelovig herkend. Wij vragen u, leer ons van dit geloof getuigen, bij allen die met ons door het leven gaan. En vervul ons van uw vreugde, door Christus onze Heer. Amen. Er zijn enkele mededelingen. In deze tijd, in het weekend, onze kerk zijn allemaal gesloten. Maar om een gelegenheid te geven om men naar de kerk en een kaarsje aansteken en een gebed uitspreken, is de kerk in Halsteren, de Curinuskerk, is iedere zondag open van 14:15 tot 16:30. De heilige Antonius van Padua kerk in Lepelstraat is iedere dinsdag en zondagmorgen open van 11 tot 12 uur om iedereen de gelegenheid te geven voor een persoonlijk gebed en om een kaarsje aan te steken. Uiteraard houden wij ons aan de geldende richtlijnen van de RIVM en onze overheid. Tijdens de Paaswaken houden wij aantallen huispaasgaars gezegend. En nu zijn ze nog verkrijgbaar hier in onze Sint-Anna-parochie. Als u wil een willen aanschaffen, kunt u bij het secretariaat van de Sint-Anna-parochie terecht. Is bijna 5 weken zijn we zonder mensen in deze kerk aan de Eucharist te vieren. Het blijkt dat wij een tijd een beetje aan het vervreemd van elkaar. Dat wij zitten allemaal in onze gesloten huiskamers om wachtend op de Heer bij ons komt. Soms denk ik dat wij met onze aandacht, gebed en de stilte God laten binnen laten komen. En hij komt elke keer, zoals wij in het evangelie hoorden, met de begroeting vrede. En dat is wat wij
om deze tijd meest belangrijk nodigen. Laten wij met die verlangen naar Gods vrede in ons hart, God zegen vragen. De Heer zij met u. Mogen de goede God ons zegenen. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u heen in dankbaarheid en vrede. Vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeven af, omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. Breed zal goede aarde zijn.